De chronische zenuwziekte MS is onvoorspelbaar. Hoe de toekomst eruit ziet en welke klachten plotseling ontstaan, is niet te voorspellen. We leggen in deze animatie uit hoe je zelf grip kan krijgen op jouw klachten. We vergelijken MS met een vijver. Het water is rustig. Vergelijk dit beeld met het ideale leven. De MS is in balans. Het waterniveau in de vijver stelt jouw energieniveau voor. Dit noemen we de nullijn. Op het moment dat er een eend in het water landt wordt het water onrustig. Er ontstaat roering. Het gaat waaien. Het water wordt nog onrustiger. Als er te veel roering ontstaat, gaat er water uit de vijver verloren. Jouw nullijn daalt. Waterplanten en gedumpt afval steken boven het water uit. Vergelijk deze planten en dit afval met soeps. Dit kunnen nieuwe soeps zijn, maar het kunnen ook restverschijnselen van soeps uit het verleden zijn. Als jouw energieniveau daalt door stressfactoren uit jouw omgeving, kunnen oude klachten naar de oppervlakte komen? Een druk gezinsleven, stress op het werk of een sociaal leven dat veel van je vraagt, het kunnen allemaal stressfactoren zijn. Ook ongezond eten of te weinig beweging hebben invloed op jouw energieniveau. Op deze factoren kan je vaak zelf invloed uitoefenen. Vermijd stress of leer hier beter mee om te gaan. Eet gezond, beweeg meer en zoek uitdagingen die je energie geven. Jezelf op nummer 1 zetten is misschien niet vanzelfsprekend. Maar wel noodzakelijk voor een betere kwaliteit van leven met MS. Je kunt het water in de vijver weer laten stijgen. Als je jouw stressfactoren onder controle krijgt. Planten en afval komen weer onder water te staan. De vijver wordt rustig. Jouw nullijn stijgt. Waardoor klachten van jouw MS op de achtergrond raken. Het is belangrijk om grip te krijgen op deze factoren. Hoe je dit doet is voor iedereen verschillend. Wil je hier graag hulp bij krijgen? Hmm. Raadpleeg dan jouw neuroloog of MS-verpleegkundige. Samen ga je op zoek naar een therapievorm die bij jou past.